Vandaag maken we kennis met Josse. Josse is een man die heel actief is in het leven, maar bijna geen tijd besteedt aan zijn uiterlijk. En daar wil hij graag verandering in brengen, al heeft hij daar hulp voor nodig. En het liefst de hulp van mijn experten in deze aflevering van Met Stijl. Voilà, onze tweede man. En okay. Met Bart ook, dus welkom. Super. We zijn er nog gewoon ondertussen. Hè. Ja. Zeker en vast. We gaan er gewoon in vliegen. Hè. Ja, voilà. Hallo, mijn naam is Josse Kolshoel. Ik ben op dit moment 62 jaar en woon in een dorpje in de omgeving van Landen. Al van sinds mijn geboorte struggel ik met mijn gewicht. Toen ik ben geboren was ik ongeveer een 3 kilo 600. En sindsdien is mijn gewicht altijd maar gestegen. Tot een bepaald moment dat ik met mijn twee jeugdige dochters aan het wandelen was in de Ardennen en wij een berg op moesten. En toen ik dan eindelijk al puffend en zwetend bovenkwam, vroegen mijn dochters: papa, je gaat toch niet sterven, hè? En dat was een beetje de mentale klik om er iets beginnen aan te doen. En door een hele andere levensstijl aan te meten, dus niet met diëten of met shakes of zo, ben ik dan kunnen vermageren van ongeveer een 125 kilogram naar een 85. Maar nu ongeveer een 10 à 11 jaar geleden is mijn vrouw dan overleden, ben ik weduwnaar geworden en van sindsdien laat ik mij dan terug gaan. Maar ik ben nu terug op een moment gekomen dat ik zie dat ik er terug iets wil aan doen, vooral omdat ik nu grootvader ben geworden. En dat lukt. Ik ben nu sinds enkele maanden terug kilootjes aan het verliezen. Maar ik begin zo'n beetje te voelen dat mijn kleding en vooral mijn broeken zo beginnen flodderig te worden. Mijn haar is ook niet echt wat het moet zijn. Mijn baardje laat ik af en toe staan, af en toe niet staan. Een jogging is meestal wat ik aandoe als ik thuis ben en soms ook al eens om naar het werk te gaan. En daarom zag ik dan jullie programma en dacht ik, misschien is het eens de moment om op dat gebied ook een beetje hulp te zoeken. Oké. Okay. Toffe man. Jawel. Ik vind het een boeiend verhaal, want dat is ook een man die laat zien dat hem nood heeft aan hulp. Ja. Hij staat er echt voor open. Ja. Hè? Dat is wel leuk. Hè? Het is iemand die open is. Dus ik denk dat we er veel mee kunnen veranderen. Zeker. Ik zou persoonlijk in zijn haar toch wel wat iets korter gaan. Het is al wel kort. Ja. Maar ik zou zijn voorhoofd is nogal vrij groot. Daar iets accent. En ook de kleur zou ik toch wel durven aanpakken. Wordt dat zo met mannen? Ja, ook. Ja. Ook op die leeftijd? Moet je kunnen. Ik denk niet. Okay. Je gaat dat niet zien. Dat zijn zaakjes die de kleur wel behouden, maar een andere tint geven. Ah, ja. Okay. Dat gaan we toch doen. En ik denk Bart. Ja, het is ook zo'n typische man die zich laat gaan in zijn leven. Ja. Het gewicht speelt niet meer zo'n grote rol. Ja. Zijn kleren, de vlies. Een training, dat moeten we terug aanpakken. We moeten die man niet alleen kleren geven, maar ook terug zijn fierheid laten herwinnen, denk ik. En daar gaan we zeker in slagen. Ja. We gaan hem ook wat mooier, netjes maken, casual chic. Ja. Wat kleuren in de zaak brengen. En we gaan die man 10, 20 jaar jonger maken. Hè. Voilà. En een bril? Dat moet ook lukken, hè? Ja, dan gaan we zeker in slagen. Ik vond het ook al wel leuk dat hij zo'n blauwe bril aan had. Dat was ook wel, dat vond ik wel positief dat hem open staat voor een keer iets anders. En ik zie hier ook allemaal verschillende brillen. Dus ik denk wel, we gaan er zeker in slagen. En dan samen met een kapsel, wat kleren en dan... En dan nog eens gewoon hoog werken. En je gaat thuis toch ook ervoor zorgen dat hij een beetje... deftiger gekleed is misschien als dat zou maken. Wie weet, wie komt er op bezoek bij u thuis. En ik zie ook wat vakantiefoto's, dus een zwembroek kan misschien toch ook wel, hè? Tuurlijk. Ah, ja, tof. Ja, tof. Ja, wel zeker.
We zijn vertrokken, Josse. Ja, ja, ik ben benieuwd. Ja, aan jouw transformatiedag. Hoe voelt je erbij? Wel, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Ik wil echt weten wat jullie ervan gaan maken. Heb je zo'n bepaald idee, een bepaalde look in gedachten? Wel, ik heb eigenlijk niet echt mooie kleding in mijn kledingkast. Dus ik zou ook nu een beetje willen vermageren. En daarom zou ik eens graag willen zien wat jullie als experten ervan vinden. Want als het aan mij afhangt, ik kies altijd heel kleurrijke kleding, maar dat past niet altijd. Okay. Dag Els. En dag Josse, denk ik. Josse, ja, inderdaad. Goedemiddag. Ja. Dank u wel, dank u wel. Zet je klaar voor een heel nieuw avontuur in je leven? Ja, zeker. Ik ben enorm benieuwd. Enorm benieuwd. Ja. Amai, zeg. Het is lang geleden dat je nog in een winkel bent geweest, hè? Meer dan 5-6 jaar. Ja, ik wist niet dat het zo groot was. Dan is en dat er zoveel keuze is. Ja, ongelooflijk. Ongelooflijk. Ik was al zo lang niet meer in een echte kledingwinkel geweest. En ja, je komt binnen, je denkt dat is hier zo'n klein winkeltje, maar dat gaat verder en verder en je ziet meer en meer. En het is zo'n beetje een winkelgrot van Aladdin. Het is me heel aangenaam verrast, echt waar. Je hebt carte blanche. Ah, voilà, we gaan eraan beginnen. Ik heb daar niks aan toe te voegen. Dan gaan we gewoon shoppen. Sorry, bijvoorbeeld. Oh ja, dat is heel mooi. Polokken. Ja. Els, Josse is echt een cadeau voor mij. De typische man waarvoor mode absoluut niet meer belangrijk is. De fleece, een trui, een jeansbroek. Niks is nog echt belangrijk. En ik vind, daar moeten we dan de totale andere man van maken. En dat gaan we nu doen. Oh ja. En dan hebben we dan zo. Dat is een van de ballen komen er terug in de polo. Ja, dat zijn kleurtjes. Hè? Ja, dat zijn kleurtjes. Dat is al pittig. I like it. Je kleedsegment heel belangrijk, want je komt hier binnen als Josse en je gaat als meneer Kolsoen naar buiten. Ik ben nu al benieuwd. Kom, in dat paskot. Allee, we gaan passen. Oh man, je bent gewoon een andere mens. Ja. Kijk in de spiegel. Wauw, dat is wel meteen een make-over. Hè? Ja, dat is niet te geloven. Hè? Je koos voor kleur. Rood, leer, dun. Bijpassend hemdje. Bijpassend riem. De broek past er natuurlijk goed op, omdat we daarvoor een neutrale kleur gekozen hebben. En sneakers. Mannenmode is de laatste jaren enorm geëvolueerd. Waar we een paar jaar geleden heel veel met blauw en grijs werkten, zijn er nu toch heel veel kleuren bijgekomen waarvan je niet meteen verwacht. Die horen thuis in een mannenwinkel, maar alles kan tegenwoordig. Rood, roos, groen, geel, oranje. Het zijn allemaal kleuren die netjes thuis horen in een mannenkast, mannenkledingkast. En die ook de man wat extra pit geven, gewoon een leukere look. U bent 10 jaar jonger. Ja. Ik wil er 15 van maken nog even. Ah, willen we misschien met die volgende outfit? Volgende outfit nog iets meer? Ja, probeer er 15 te gaan, als goed. Oké. Amai. Maar deze is al heel goed. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, ta-da. I'm down for the ride. Wauw. Ja, nu wordt het al meer meneer Kolsoen. Nu vind ik het echt meneer. Hè? Dat is het al? Ja, dat is... Dat is ook belangrijk. Josse is niet zo heel groot, dus we hebben hier ook maten die voor hem goed zijn. Een beetje ronder hier, wat korter van vest, wat korter van mouwen. Ook allemaal op maat voor hem dan netjes in orde. Hè? Die tweede outfit, toen ik buiten kwam, dat was echt zo klasse. Dat was zoals Bart en zei, van meneer Kolsoen. Zo voelde ik me echt. Klaar om de wereld te veroveren, klaar om naar een feestje te gaan, klaar om naar mijn werk te gaan. En om te zeggen van, kijk eens mensen. Hier ben ik, hier loop ik. We hebben toch ook opnieuw voor kleur gezorgd, want Josse heeft graag kleur. Dus een okergele broek, het hemdje aangepast met wat oker en blauw erin. En het vestje dan ook weer netjes assortie met heel het geheel. Ik denk dat ik voor de reveal ga gaan voor een mix van jong, trendy, een beetje stoer, maar toch heel stijlvol. En? Meer dan 20 jaar jonger? Amai, okay. Ja. Missie geslaagd. Voilà. Hallo. 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 Dag Judith, dag Nicolai, dit is Josse. Ja. Hallo, welkom. Dag Josse, dank u. Ja, en jullie zien, Josse draagt een bril en die draag je al ongeveer hoe lang? Dat gaat ongeveer een 15 jaar zijn. Eerst was dat gewoon om te lezen, maar nu kan ik er eigenlijk niet meer zonder, toch om met de auto te rijden. Ja. Prima. En ik verander graag eens van bril. Ik ben, dat is goed. Dat mag kleurrijk zijn. Ja, dat is fijn. Iets kleurrijks? Ja, oké, dat is altijd plezant. Dat is leuk. Ja? Die vind ik ook iets nieuws.
Ik heb heel veel vertrouwen in de experten. Het is ook daarom dat ik eigenlijk meedoe aan dit programma, om eens te horen wat zij ervan vinden. Zij zijn namelijk de mensen die het meeste ervaring hebben en zij kunnen eigenlijk voor mij beter kiezen dan ik, want zij kunnen het ook zien en zij hebben de know-how en de expertise. Je voelt pas als je een bril opzet hoe dat de kleur overkomt bij een persoon. Soms denk je in de rode tint of in de groene tint, maar als je dat dan effectief opziet, dan kan je echt voelen waar dat de klant ook zich gelukkig mee voelt. En dat is wel belangrijk. Hebben jullie nu specifiek naar iets gekeken bij de vorm van Josse zijn gezicht? Ja, bij Josse zien we vooral de goede wangen natuurlijk. Ja. Hè? Dus daar moeten we rekening mee houden dat de bril onderaan niet tegen de wangen komt. En de kleur van het haar, daar kijken we ook naar toe. Wat mag hij dan wel of niet doen? Ja, we gaan dat toch eens proberen, maar in principe een ronde bril zou ik niet direct doen. Maar we gaan dat toch eens proberen, omdat dat toch echt de trend is. Dan zullen we hier al eens mee starten, hè? Ja. Alsjeblieft. Dat vind ik wel mooi. Ja. Een klein beetje aanpassen. Ja. Voilà. Die dubbele brug vond ik heel fijn bij dit montuur. Ook die kleur vond ik plezant. Maar ik miste daar toch wel absoluut zo dat die wow-factor en dat krachtige, wat dat ook wel terugkomt in Josse zijn persoonlijkheid. Een ander materiaal ook. Ja. Iets dat heel hard in de trend is, in de mode is nu. Bij de keuze van de tweede bril zijn we eigenlijk naar een montuur met wat karakter willen gaan. Een montuurtje dat wat spreekt. En dat is eigenlijk wel gelukt. Alleen zaten we qua kleur niet zo goed. Dat was eigenlijk een beetje te flats en dat kwam niet goed over. En we gaan toch ook eens een ronde bril proberen. Ja. Ja. Alsjeblieft, Jos. Oh, ik vind dat wel leuk. Ja. Leuker eigenlijk, ja. Hè? Ja. Ja, hij valt wel op, hè? Ja. Ja, daar zit veel karakter in. Ja. De derde bril die ik heb gepast, die vond ik ook heel mooi. Jammer dat voor mijn gezicht rond niet echt gaat. Maar ik vond hem wel heel leuk. Het was een heel mooi, zwaar motief. Maar ik denk dat hij niet gaat passen met mijn wangetjes als ik lach. Maar ik ga kijken wat het eindresultaat gaat zijn. Je mag gezien worden, Josse. Dat vind ik ook. Een beetje kleur, iets rechter en dan zijn we dan er wel. Dan zijn we er wel. Ja? Ja. Jullie weten wat voor vanavond? We hebben iets in het gedacht, denk okay. ik. Ja. Ik ben benieuwd. Hola, dat is wel de moeite. Chic, hè? Ja. Ja. Maar je zal het toch wel iets anders zijn, denk ik. Ja, ik hoop het. Hallo. Hallo. Elaba. Ik was mij al een beetje aan het voorbereiden op jullie komst. Op de komst van Josse. Zo'n toffe man. Super. Die eigenlijk echt een beetje de klik heeft gemaakt van, nu is het me time. Josse ziet er met een hele vlotte man uit, dus ik denk dat ik bij hem voor wat kleur ga kiezen en wat printjes. Ik zie graag kleur. Ja? Oké. Ik ben bezig. Hier. Met de raceauto's. Ja. Baywatch. Ik vond het een beetje raar om met Els hier binnen te komen, want ja, je ziet dat het echt voor vrouwen is hier. Maar dat viel enorm goed mee. Iedereen was hier heel vriendelijk. Ze hebben hier ook heel veel keuze voor mannen, waar ik heel verstomd van stond. En ja, die hulp dat je dan krijgt, dat alles goed aan het zetten zijn en zo, dat was wel heel leuk. Ja. En zo soms willen mannen ook wel eens een knopje. Die vind ik ook heel leuk. Ik vond het leuk dat Josse zelf direct aangaf wat hij leuk vond, wat hij mooi vond, wat voor hem zacht aanvoelde. En zo wist ik meteen naar welke richting ik toe kom. Hallo. Oh, sorry. Josse, je bent al klaar. Ja. Amai. Schoon. En mijn sloefjes en al. Ja. Die zijn ook van bij jou. Ja, met pelsken in. Lekker warm. Zacht. Ik vind hem heel mooi. Ik vind dat hem afslaat. Hij slaat af. Hij is perfect, zo schoon, dat veken rond je hals. Ik voelde mij daar zo heel relaxed in. Zo, zoals ze zeiden, van 's morgens rustig opstaan met een tasje koffie. Normaal doe je een pyjama onmiddellijk terug uit en dan doe je je kleding aan. Maar in zo'n pyjama kun je gemakkelijk rustig ontwaken en rustig je dag beginnen. Oei, Josse, we gaan u een klein beetje helpen. Wacht, je mag dat zo wat open laten, Agnes. Voilà. Ook mannen dragen graag een kamerjas. En in de zomer passen we eigenlijk die kamerjas aan. Wordt dat een dunnere kamerjas, zoals bij de vrouwen. En dat wordt zeker nog gedragen, absoluut.
Ik heb hem nu gegeven met een lange pyjama. Dat vind ik dat dat zeker kan. Maar op je korte van daarjuist kan dat ook, zo'n kamerjas. Die kamerjas die vond ik enorm leuk. Je zou zeggen van ja, kamerjas dat is uitbollig of zo. Maar ik heb dat graag. Dat is een beetje warmer als je opstaat. En nadien kan je die dan uitdoen, maar ik vind niet dat je dat moet doen. Ik vind hem heel mooi en ik vond hem heel goed passen met die pyjama. Ja, zeker. Oh, Amalasse. Klaar voor het zwembad? Ja. Mooi, mooi. En, hoe zit ze? Oh, heel zacht. Goed, hè? Zeg, en waarom is dit nu de ideale zwembroek? Omdat die zo wat losser is. Die geeft ook goed mee. Je zet daar vrij in. Ik heb zelfs mannen die gewoon voor de zomer komen halen met een t-shirt om thuis rond te lopen. Dat is luchtig, hè? De kleine, strakke zwemslips zijn eigenlijk een beetje verleden tijd. Het zijn nu veel zwemshorten die heel comfortabel zitten. Daar zit dan ook altijd een netje in dat dat toch altijd goed aanzit. En ik heb bij hem gekozen voor wat fleurige bloemetjes, omdat ik vind dat hij daar zeker wel mee weg kan. Zeg, je kleerkast gaat er echt goed uitzien, hè? En voor 's nachts en voor buiten als het zomer is. En dan straks de reveal. Ja, daar zijn we dan benieuwd naar, hè? Ah, hier is ze. Je ziet er goed uit, Steven. Hey, Josse. Hallo. Je ziet direct dat dat iemand is die de wereld wel kent. Zo'n beetje een komiek zo. Dus ik vond een tof iemand zo. Maar hij gaat niet vaak naar de kapper. Nee, hier daar ziet dus wel, hè. Er mag iets vrolijks aan gebeuren. Eigenlijk, jij de artiest van het leven, wij de artiest van uw aard. Ja. Het is een uitzonderlijk aangezicht. Hij is een rechthoekig, iets dat je heel zelden tegenkomt. Vooral met de hoeken, heel rechte hoeken. En vooral onderaan is dat heel uitzonderlijk, omdat het echt wel vlak is. Dus daar had ik liever een baardje gehad. Maar ja, oké, dat is iets dat we kunnen voorbereiden. Dan kan hij het laten ingroeien. En voor de kleur? Voor de kleur gaan we onze color-expert. Zij is niet alleen onze color-expert, ondertussen ook onze cut en color geworden. Dus zij gaat ook knippen en kleuren. Dus ik zou zeggen, Fedra, kom er even bij. Dag Fedra. Hallo. Wat heb je in gedachten, Fedra? Voor de kleur gaan we het een kleurtje geven, maar we gaan het niet volledig kleuren. Dus je eigen kleurhaar gaat er wel nog doorgekomen. Maar het gaat iets donkerder zijn. Met uw lichte schakering van uw eigen grijs haar. Mm-hmm. Dat gaat er ongeveer zo uitzien. Een man moet een man blijven. Dat is heel belangrijk. Maar ja, het mag wel wat donkerder. Dus het gaat zo'n beetje een iets assiger tint worden. Met een donker karakter. Weer veel bijgeleerd, hè? Maar ik zou zeggen, genoeg gepraat, aan de slag. En Josse, enjoy. Is het goed als ik u in handen laat hè, van deze fijne mensen hier, en dan ga ik uw team warm onthalen. Aha. En we laten dan nog een beetje warm inwerken op uw hoofdje. Oké, dus is het goed? Oké, tot straks. Ja. Jij bent denk ik een van de dochters, hè? Ja, ik ben Lore. Dag Lore, ja, je papa heeft al verteld over jou. Oh, ik hoop alleen maar goede dingen. Ja, absoluut. En ik hoop dat wij goed werk hebben geleverd. We gaan straks daar in die zaal jouw papa laten verschijnen. Ik had eigenlijk niet verwacht dat onze papa ging meedoen aan dat programma, maar ik ben wel heel blij en ben echt heel benieuwd hoe hij eruit gaat zien. Welkom, de schoonzoon Karel, denk ik, hè? En dan moet jij Tine zijn, hè? En dat is Sterre. Ja. Welkom. Ik hoop voor papa na al die moeilijke jaren, nadat mama gestorven is, dat hij nu eindelijk zich terug goed kan voelen, goed in zijn vel, tevreden zijn met wie hij is. Want het is enorm moeilijk geweest en ik hoop echt dat hij zich beter gaat voelen. Het is zo'n zalige man en zoals je zei, die echt wel een makeover verdient. We gaan eens kijken, hè? Gaan we samen roepen? Oké. 3, 2, 1. Josse! Dat is geweldig. Wow! Hè? Je bent nog herkenbaar? Ja. Steve. Toen onze papa binnenkwam, was ik wel echt heel verwonderd en verbaasd. Hij zag er echt supergoed uit. En ik ben echt zo blij voor hem dat hij zo'n leuke look heeft nu. Hoe benieuwd ben je? Heel erg. Ja? Ja? Goed? Mag ik? Oké. Doe maar. Oké.
Tada! Wow. Oké. Er mag zo'n mannekeiloopje wel eens bij, hè? Want dat zou je wel kunnen, hè, mijn dame. Het is prachtig, hè. Zie, voilà, kijk. Toen ik papa zag met zijn nieuwe look, was ik echt heel ontroerd en echt heel blij voor hem. Hij ziet er zoveel beter uit en zo gelukkig. Ik hoop echt dat hij daar echt een oppepper van gekregen heeft. Als je nu kijkt naar Josse, hoe hij aangekomen is, hoe hij zichzelf heeft gepresenteerd als kandidaat en hoe hij er nu bij loopt, kan je als expert alleen maar heel tevreden zijn en denken van, daarin zijn we echt wel geslaagd. Ik vind Josse straalt echt. Hè. Het komt echt naar voren. Hij heeft echt een hele nieuwe schwung. En we hadden gezegd 10 jaar jonger en dan vind ik ook wel dat dat gelukt is. Het was een beetje een gezapige, nonchalante man. En nu is het meer zo'n karakterstijlvolle, toffe man van gemaakt. Dus ja, dat vind ik echt wel pittig, tof. Amai, Josse, wat een metamorfose. Hij schittert echt op de catwalk. Maar ik zou straks bij zijn thuis toch ook nog eens gaan filmen, zin, hè? En Sterre wil meeklinken op die mooie nieuwe look van Josse. Voilà, ching ching. En dan wil ik nog heel graag al mijn experten bedanken voor een fantastisch seizoen. Alle tips en de leukste momenten die hebben we samengevoegd en die krijgt u volgende week te zien tijdens een compilatieaflevering. En voilà, wij gaan nu nog even nagenieten van de mooie look en dan hoop ik dat u volgende week ook weer kijkt. Dankjewel voor nu en tot volgende week. Bye bye.